Hallo en welkom bij deze nieuwe video waarin ik jullie meeneem voor een weekendje Scheveningen in een heel schattig Airbnb-huisje. Scheveningen heeft het beste van twee werelden, want aan de ene kant heb je het strand, maar je kunt er ook op uit in de stad van Den Haag. En dat deden we op de eerste dag. Is dit wel de bedoeling? Oh. Tussen het shoppen door gingen we voor een heerlijke scone bij Marks & Spencer, een fruit scone om precies te zijn. En hier kochten we ook gelijk ons avondeten. Hallo, hier zit ik na een lange dag in Den Haag, Scheveningen wel te verstaan. Want ik ben dit weekend een weekendje weg met mijn moeder. En nou, dit Airbnb-huisje is weer heel gezellig, zoals altijd. Jullie hebben net al een beetje kunnen zien hoe het eruit ziet. En het leukste aan dit huisje is dat er een kat bij zit. Daarnaast heb ik ook nog leuke dingen geshopt vandaag. En die zal ik jullie straks in een shopvlog laten zien. En daarbij zal ik ook nog een lookbook maken, zodat jullie kunnen zien hoe de items staan. Veel plezier! Straks dus het lookbook en de shoplog, maar eerst tijd voor een heerlijk diner met deze heerlijke chicken pie en die schattige kat naast me. Kijk nou toch. Het weer zat mee en daarom gingen we voor een dagje Scheveningen strand. Hallo en goedemorgen. Het is dag 2 in ons Airbnb-huisje waar we een heerlijk weekendje weg zijn. Gisteren zei ik jullie dat ik allemaal leuke items gekocht heb en daar heb ik nu een shoplog van. Dit zijn de spullen die ik heb gekocht. Als eerste ging ik heerlijk naar de Primark, want die zat vlak bij de tramhalte. Ja, ik zeg al het Primark hoor. En die zat vlak bij de tramhalte waar we uitstapten, dus makkelijker kon niet. En daar heb ik de volgende dingen gekocht. Allereerst dit lekkere basisshirt. Zwart, staat overal bij met lange mouwen. Die was 4 euro. Vervolgens liep ik langs de broekenafdeling. Nou, en wat ik toen zag hangen was iets wat ik precies nog nodig had. Namelijk een mom jeans. Dit is hem. Ik vond het een erg leuke washing, zoals je dat noemt. De kleur die hij heeft. Nou, en de pijpen, dit is er één randje zo opgerold. Kan je zelf natuurlijk verder rollen. Was 15 euro, jongens. Kijk, dit is de achterkant. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dan zag ik ook nog een geinig t-shirt hangen. Die was maar liefst 6 euro. Dat is trouwens, vond ik wel meevaller. Maar kijk hoe leuk. Met allemaal viooltjes en een tekst waar ik eigenlijk niet op heb gelet. Paris. Paris City of Love. Nou, dat is wel oké. Ik vond die kleuren leuk. Lekker lenteachtig. En het laatste item wat ik bij Primark kocht zijn deze oorbellen. Kijk eens even hoe leuk. Met mooie, het is natuurlijk nep, maar hoe noem je dat ook alweer? Rozenkwarts qua kleur. Licht roze steen. Leuk hè? 2 euro. Toen ging ik vervolgens nog even heel snel in Van Haren. Want ik had, nou ik denk nu 3 maanden geleden had ik daar echt de perfecte schoenen gekocht. Maar een van de zolen was lek gegaan. Dus ze liepen niet meer zo lekker. En aangezien ze niet heel duur waren, wilde ik gewoon een nieuw paar daarvan hebben. Dus ik ging gisteren kijken in de Van Haren in Den Haag. En jawel hoor, mijn maat was er nog. Dit zijn ze. Een niet al te hoge hak en de voorkant is ook hoog. En ze zijn €34,90. Nou, daar kan je ze toch niet voor laten staan. Dan heb ik ook nog één ander item gekocht. En normaal koop ik eigenlijk nooit parfum. Ik laat het altijd aankomen op kerst dat ik het krijg. Want ik vind het een beetje te duur. Maar ik kon het nu niet laten. Ik wilde al zo lang Chanel Mademoiselle hebben. En nu heb ik hem dan eindelijk gekocht. Ik denk dat het nu het moment is om te openen. Wauw. Sorry. Dat ziet er mooi uit. Erg leuk. En dan kan ik het natuurlijk ook even opsprayen. Daar gaat hij. Delicious. Ja, een erg lekkere geur. En om jullie wat extra te verwennen, heb ik nu ook nog, jawel, een lookbook voor jullie. Volgende week dinsdag is er een nieuwe Tuesday Music Club. En aanstaande vrijdag een nieuwe aflevering van California. Tot dan, doei!